Indrukwekkende beelden dus inderdaad uit Parijs. En Kim vertelde het al, haar broer Enrico, verslaafd aan cocaïne, lange tijd, um, deed zelf mee aan een programma, een tv-programma, om in ieder geval wat aandacht te vragen, misschien die broer te helpen. Vera, jij, jij kent natuurlijk precies dat Peloton, je weet wat daar speelt. Um, hoe is die situatie met, met uh, Lorena en waarom raakte dit haar zo erg? Ja, omdat eigenlijk in de periode dat zij gigantisch snel de top aan het beklimmen was... ...ze was al ju als junioren al heel erg succesvol. Nou, dat trok ze meteen bij de elitevrouw door. Wat heel erg knap is, want dat is voor heel veel renters een hele grote stap. Maar voor haar niet. Um, en tegelijkertijd haar broer, die eigenlijk precies het tegenovergestelde... ...echt uh, ja, de weg naar beneden ging, hè, verslaafd raakt... En, Daarom, ik kreeg zoveel kippenvel, ook weer dat ik het fragment net uh, zag en, en hoorde. Um... Kijk, iedereen die roept van tevoren Lorena Wiebes, uh, doet het wel even. Maar ze is nog steeds maar hartstikke jong. Ze is nog steeds maar 22 jaar. Ze wordt 23 eind dit jaar. En dat is uh, voor zo'n jonge vrouw, ze, er komt zoveel op haar af. En dan, dan doet ze het gewoon op het hoogste toneel. En dan komt alles eruit. En dan, dan ja, heb je toch dat rugzakje met, met je familie. En, ja, en dan uh, een hele sterke familieband daardoor ook weer gecreëerd. En ook tatoeages laten zetten met voor altijd in mijn hart. Wat, uh, ja, wat het betekent. En dat zijn hele ja, bijzondere verhalen achter de topprestatie, denk ik. Het ultieme ja, courage, wat mij betreft. Want als je uh, zo nauw betrokken bent bij uh, familieproblemen. En, en dat is allemaal weer goed gekomen. en dus zij mogen dit met jou op het Moment Supreme vieren. Ja, dat maakt topsport zo mooi. Ja, dus, en daar dus, is ja. het inderdaad maar mooi het om te heel... delen in de euforie. Want Ze ja. hebben natuurlijk ook allemaal. Op min of meer wel deel aan gehad. Zeker omdat ja. Lorena zich zo kwetsbaar opstelde. door deel te nemen aan het programma. Zo aandacht te vragen ja. voor haar broer. Dus dat maakt ja. het inderdaad ze mooi.